Dames en heren, Louis de Jager hier met de Voedselbos podcast. Dames en heren, welkom bij de Voedselbos podcast. Bij mij zit niemand minder dan Wim Peters, of Wim van de Bomen genoemd. Je kent hem misschien van op sociale media, waar hij toch een van de grotere influencers is op vlak van boomkennis. Als er iets gepost wordt over bomen en er moet daar wat wetenschappelijke kennis aan toegevoegd worden, dan gaat Wim degene zijn die dat gaat doen. Wim, welkom. Dank je wel. Je bent zelf docent Vivis en ik moet vertellen, ik heb zelf les gehad van Wim. Ik ben docent boomverzorging bij Vivis, om precies te zijn. Boomverzorging. Waarom heb ik jou hier uitgenodigd, Wim? Het gaat hier over voedselbossen. Heel veel mensen zetten bomen die voedsel moeten produceren in hun tuin of zelf in hun commerciële landbouwactiviteit. Maar we staan er soms niet bij stil dat die bomen die wij zetten, dat dat specifieke eigenschappen heeft. Wat is een boom nu eigenlijk? Hoe moet je daarvoor zorgen? Ik zou eigenlijk graag ietsje dieper ingaan op wat dat een boom nu eigenlijk precies is. Wat zijn die wezens? Hoe denken die? Hoe werken die? En wat kan je ervoor doen dat die gelukkig zijn? Want als je gelukkige bomen hebt, dan ga je bij mij weten ook gelukkige eigenaars hebben, omdat die veel oogst zullen hebben van die bomen. Dat zijn veel vragen tegelijk. maar laten we bij de eerste vraag beginnen. Wat is een boom? En dan moet ik eerlijk toegeven dat ik het zelf niet weet. Daar is een reden voor. Het is niet zo eenvoudig om exact te zeggen wat een boom is. We kunnen een boom proberen te definiëren vanuit de taal. En dan is boom heel eenvoudig. Een organisme met een houten, rechtdoorgaande stam en daarbovenop een kruin van takken. Maar als we die een boom gaan knotten, ja, dan heeft hij geen takken meer. Ja. Als we die knotten tot tegen de grond, dan heeft hij zelfs geen stam meer op het moment dat hij geknot is. Dan moet hij terug uitschieten en gaat hij terug een stam vormen. Nu, de vraag, hè, dus dat is dan taalkundig misschien wel een correcte definitie, maar voor een bioloog volstaat dat niet. Voor een bioloog kan dan de vraag stellen van oké, wat is het verschil tussen een struik en een boom? Dan zou je kunnen stellen dat een boom één stam heeft en een struik meerdere stammen. Maar als een boom een eik meerdere stammen heeft, ja, is dat dan nog een boom of is dat geen een boom? Een zaailing van een eik die maar een paar centimeter hoog is, is dat een boom of is dat geen boom? Je hebt dan ook die kleine boompjes in noordelijke gebieden die nooit groter worden dan een paar centimeter. Voilà, kijk, dus als we bijvoorbeeld kijken naar een hazelaar, die we in principe kennen als een echte struik, ja, dan moet ik zeggen dat ik er ooit eens een tegengekomen ben in Bretagne, die een kruindoorsnede had van maar liefst een 20 meter. Amai. En een 40, 50 takken van meer dan een meter stamomtrek. Is dat dan nog een struik of is dat dan een boom? Ja, en als dat een boom is, een andere hazelaar is geen een boom, maar een struik, wanneer wordt een hazelaar dan een boom? En kan een plant dan in één keer zomaar boom worden, terwijl het... Ja, dus dat is niet evident. En de reden waarom dat niet evident is, heeft niet alleen met de verscheidenheid van beheersvormen. Het knotten en hakhout is een beheersvorm. Het heeft niet alleen met de beheersvormen te maken, maar heeft vooral te maken met het feit dat er in de evolutie niet één oerboom is waar dat alle bomen uit voortgekomen zijn. En dat is wel essentieel, omdat het ontstaan van bomen in de evolutie is een convergente ontwikkeling. En een convergente ontwikkeling, dat is een moeilijke term om uit te leggen, dat er in de evolutie niet een oneindig aantal oplossingen is voor één en hetzelfde probleem. Dus bijvoorbeeld, noem maar iets, een haai en een dolfijn zijn min of meer gelijkend, ja. Maar haaien zijn kraakbeenvissen, dolfijnen zijn zoogdieren, die hebben een totaal andere afstamming. Zijn het convergent? Convergente ontwikkeling. Dus ja. Die zijn ook convergent? Dat is ook een convergente ontwikkeling, dus een ontwikkeling die vanuit een verschillende basis tot een gelijkaardig resultaat geleid heeft. Okay. Ja, omdat de omstandigheden gelijkaardig zijn, hebben die staartvin voor de voortstuwing, rugvin voor
de sturing, kleine zijvintjes voor het evenwicht, mond vooraan. Die stroomlijn, ja, die zijn gelijkaardig ontwikkeld, omdat die met gelijkaardige problemen geconfronteerd worden in hun milieu. Hetzelfde bijvoorbeeld met penguins aan de Zuidpool en papegaaiduikers aan de noordelijke kusten. Die hebben slecht vliegend, gedrongen vorm, leven half in het water, half boven. Die hebben ook gelijkaardige uiterlijke kenmerken, maar zijn totaal niet verwant. Bomen zijn ook een convergent ontwikkeling. Bomen zijn niet vanuit één organisme ontstaan, van één oerboom ontstaan, maar zijn vanuit verschillende momenten in de evolutie planten uitgegroeid tot bomen. Zeg Wim, kan je dat vergelijken met bijvoorbeeld 10 bedrijven? En die 10 bedrijven zoeken allemaal een oplossing om bijvoorbeeld, ik zeg maar, iets CO2 uit de lucht te halen. De een had dat toen door een blauwe machine te maken, de andere door een hele machine te maken die heel klein is, dan erin door een paarse machine die rond is en zweeft. En dan ze eigenlijk blijven ontwikkelingen doen, totdat ze er allemaal op uitkomen met hun research en development. Ja, de beste oplossing is net die ene machine. En ze maken eigenlijk allemaal diezelfde machine, maar dan verspreid over de wereld zonder dat ze elkaar eigenlijk kennen. Is dat zoiets? Je zou dat zo kunnen stellen, dat ze uiteindelijk allemaal met hetzelfde principe werken en op hetzelfde globale resultaat uitkomen. Ja. Ja? Maar bomen, ja, zijn bomen geworden? Ik ga altijd terug naar bomen, hè. Daar gaat het over niet. Daar gaat het om, niet waar. Maar bomen zijn bomen geworden omdat ze daar voordeel van hebben. Ja. Bomen groeien uit tot bomen omdat ze een specifiek probleem hebben willen oplossen. En het probleem dat bomen hebben opgelost, of dat, ja, door boom te worden, dat planten hebben opgelost door boom te worden, dat is dat ze op die manier een grote structuur kunnen opbouwen en boven andere planten kunnen overgroeien om meer zonlicht te vangen en om efficiënter aan fotosynthese te doen. Zij hebben de concurrentiestrijd gewonnen door groter te worden. Maar, ja, in, ja, zo, ja, zoals de grote Nederlandse filosoof Johan Cruijff altijd zei, ieder voordeel heeft zijn nadeel en ieder nadeel heeft zijn voordeel. Die structuur die komt er niet vanzelf. En bomen hebben misschien wel een structuur opgebouwd en hebben de strijd om het zonlicht tegenover andere planten gewonnen, maar die hebben ze niet zomaar gewonnen. Daar betalen ze een grote rekening voor. Ja, bomen moeten een structuur ontwikkelen die ze moeten, ja, en ze bouwen die structuur op vanuit de energie die ze kunnen opslaan vanuit het zonlicht. Dat betekent dat ze ook beperkt zijn door hetgene ze zelf kunnen opslaan. En wanneer wij ziek worden, wanneer er een bacterie, een virus binnenkomt, dan gaat ons lichaam erop reageren en dan gaan de witte bloedlichaampjes die aanvallen en gaan ze die doodmaken. Dat kost van ons heel veel energie van ons organisme, waardoor dat wij verzwakken en waardoor dat wij achteraf moeten aansterken. Ja. In vergelijking met een boom zijn we maar een vrij klein organisme. Een boom is veel groter, veel meer volume, heeft dus veel meer structuur te onderhouden en heeft en kan niet na ziekte gaan aansterken. Bomen zijn beperkt, altijd beperkt, tot energievoorziening. Ja, in energievoorziening altijd beperkt tot hetgene ze zelf kunnen opslaan in de fotosynthese. Er is dus geen mogelijkheid om extra energie op te slaan. Dus bomen moeten dat op een andere manier, probleem op een andere manier oplossen. Ja, ze gaan bijvoorbeeld, als ze aangetast worden, als een aantasting binnenkomt, gaan ze een aantasting proberen in te kapselen, proberen te vertragen. Of ze gaan nieuwe structuren maken buiten de aangetaste structuren. Bomen die aftakelen, die kunnen van onder uit de stam terug opnieuw zijtakken maken, die volledig afgegrendeld zijn van het aangetaste weefsel, het aangetaste oude weefsel. Ja. Ze geven daardoor misschien een deel van hun structuur, van een bestaande structuur op, maar tegelijkertijd kunnen ze een volledig nieuwe structuur opbouwen. Ja. Vanuit, vanuit reiteratie, dus vanuit waterlot. Dus, ja. Maar ook het feit dat bijvoorbeeld bomen die in een bos staan, ja, veel meer opgaand zijn, omdat ze, ja, en terwijl dat ze in dezelfde bomen in het vrije veld breder en lager uitgroeien,
is daar een voorbeeld van. Bomen passen hun vorm aan de omstandigheden en ze moeten dat heel efficiënt doen, omdat ze uiteindelijk altijd beperkt zijn tot hetgene ze zelf kunnen opslaan. Ja, dus als ik het goed begreep, om het in mensentermen uit te leggen, kan je misschien zeggen dat een boom een appartementsgebouw is. In een huis kunnen er maar 6 mensen wonen, terwijl in een appartementsgebouw misschien 50 of 100. Dat is veel hoger, maar dat vangt dan meer wind. In een appartementsgebouw gaat een klein beetje heen en weer. Door dat zo hoog te bouwen, moet hij zichzelf veel meer verstevigen, qua stam en zo. Waardoor dat er veel energie van hem ook moet gaan om zijn eigen structuur eigenlijk vast te houden. En als er dus dan iemand ziek wordt, ik zeg maar dat er slechte inwoners zijn in dat appartementje, dan ga je er eigenlijk appartementen rond gaan bouwen en dat proberen die slechte inwoners eigenlijk in te kapselen in hun appartementje, zodat ze niet de andere mensen kunnen slecht beïnvloeden. Ik weet het niet. Ik durf het niet zeggen. Het is een beetje een vergelijking die op een aantal punten mank loopt. Ik moet zeggen dat ik er nog nooit zo over nagedacht heb. Maar het is eigenlijk simpeler. Ja? Een appartementsgebouw is een gebouw, ja, en leeft niet. Bomen leven, ja. Net zoals mensen. En om het eenvoudig uit te leggen, als ik hier morgen mijn duim een stuk van mijn duim zag, heb ik trouwens al eens gedaan, dan groeit dat terug aan. Ja? En dan wordt er nieuw weefsel gevormd op dezelfde plaats. Als dat bij een boom zou gebeuren, en je raakt die duim kwijt, dan groeit er daarnaast gewoon een nieuwe duim. Ja. Dus bij mensen is dat ondenkbaar. Bij bomen is dat gewoon klassiek. Er wordt een tak weggesnoeid en er komt een andere tak. Die ziet er niet identiek hetzelfde uit. Die neemt niet identiek dezelfde ruimte in, maar die krijgt wel diezelfde functies. En die neemt niet alleen de functies over, maar die verzekert ook het voorbestaan van een boom als geheel. Ja. Ja. Zeg, als ik je een vraagje mag stellen om terug te komen over wat is nu een boom? Voilà. Dat is hier een bananenboom. Is die bananenboom nu eigenlijk een boom of niet? Ja, dat is Kijk, dat is een kwestie van definitie. Dus, een definitie is eigenlijk een overeenkomst waarin we vastleggen wat we onder een bepaalde term voor staan. Ja? En we kunnen waarschijnlijk wel een definitie vastleggen waarin dat we een bananenboom een boom noemen, maar biologisch gezien is een bananenplant een kruidachtige vaste plant, ja, die geen stam heeft, maar waarbij dat de bladstelen over elkaar groeien en een schijnstam vormen. Dus taalkundig gezien kunnen we dat misschien een boom noemen, ja? Maar biologisch gezien is het zeker geen boom. Allee. Ik heb gehoord dat een gras is. Klopt dat? Dat is dat horen bij de monocotyle? Ik weet het niet. Dat zou ik moeten nakijken, maar ik heb me daar nooit echt in verdiept. Ik durf het niet zeggen. Ik wou het maar een keer aantonen van dat niet altijd makkelijk is om te zien wat dan een boom is of niet. Ja, we weten dus dat het eigenlijk niet zo simpel is om te definiëren wat dan een boom nu is. Ja, uiteindelijk in een voedselbos ga je bomen zetten, want niet enkel maar bomen, ook struiken, ook vaste planten. Dus als voedselbosser, onze hoofdzaak is natuurlijk wel bomen, maar je weet dus alles van hoe dat een boom eigenlijk in elkaar zit. Wat kunnen we daar eigenlijk van leren om ons voedselbos nog steviger te maken? Dus kijk, als je een voedselbos wil maken, dan moet je goed in gedachten houden dat een voedselbos gebaseerd is op een ecosysteem. Ja? En bomen, ja, die samenstaan, die vormen een bos. Ja? Ja? Maar een bos is meer dan alleen maar een verzameling bomen. Bomen definiëren het bos. Dat zijn de sluitstenen. Ik bedoel, dat is ook de basis. Als je geen bomen hebt, heb je geen bos. Maar een bos is veel meer dan alleen maar bomen. En
ja, nu kan ik niet anders dan over de bodem praten. Omdat als, als je één boom plant in een weide, ja, dan gaat die boom invloed hebben op de... Dan gaat die boom invloed hebben op de bodem. Dan gaat die invloed hebben op de omgeving. He, daar gaan vogels, he, evident, he, in die takken kunnen zitten. Die kunnen daar nest bouwen. Ja. Maar wat op de bodem gebeurt, is nog veel belangrijker. Er is schaduw, ja. Ja, waardoor dat gras minder goed kan groeien. Sergio zei daarover, ja, bomen en gras hebben heel lang geleden al een afspraak gemaakt om uit mekaars, van mekaars terrein weg te blijven. Ja, ja. Bomen en gras gaan niet zo goed samen. Ja. Maar ja, dus het gras gaat minder groeien, maar dan gaat blad vallen, dat blad gaat verteren, er gaat humus gevormd worden en je krijgt een aanreiking met organisch materiaal. Maar dat is nog niet het meest bijzondere. Het meest bijzondere is dat er organismen dat blad komen verteren, dat er organismen in de bodem op de wortels leven. Ja. Dus een boom geeft, afhankelijk van de soort, een vrij groot deel van wat hij opslaat aan suikers, ja, geeft hij aan de bodem. Die geeft dat via zijn wortels? Die geeft dat via de wortels, via exudaten, via uitscheidingen aan de wortels aan de bodemorganismen. Cadeautjes? Ja? Nee. Dat zijn absoluut geen cadeautjes. Nee? Nee. Dat is even heel, voor een boom heel belangrijk. Nu, je moet weten dat een boom beperkt is in de groei, totdat hij die zelf kan aanmaken. Ja. Ja? Dus hij, zijn structuur moet hij bouwen op basis van zijn suikers, ja, die hij zelf kan opslaan. Dus als een boom een groot deel, gemakkelijk 10-15% van zijn suikers via wortelafscheidingen aan zijn bodemleven kan gaan, dan is dat omdat een boom daar voordeel van heeft. Ja. En, ja, maar het feit dat een boom, dus dat er niet alleen blad valt, dat verteerd wordt, waar dat organismen op afkomen, die specifiek aangepast zijn op het verteren van de meeste generalisten, maar sommige specialisten. Ja. Die ook bijvoorbeeld de zaden kunnen verteren, die takken kunnen verteren. Ja. Maar ook het feit dat er via de bodem, via de wortels, suikers, koolstofverbindingen aan de bodem gelekt worden, betekent dat er organismen rond een boom op zijn wortel zitten en op dat bladval zitten en op takval, ja, die specifiek gebonden zijn aan de boomsoort. En onderzoek heeft uitgewezen dat het in de eerste plaats de boomsoort is die bepaalt welke organismen in de bodem kunnen overleven, nog meer dan de bodemsamenstelling zelf. Serieus? Ja, dus dat betekent, dat heeft een heel belangrijke consequentie, en dat, ja, namelijk dat die organismen die afhankelijk zijn, hè, die in de bodem voorkomen, heel sterk gebonden zijn aan de boom en dus heel sterk afhankelijk zijn van de boom. En die gaan dus de boom verdedigen tegen andere organismen in het ecosysteem. Dus het is eigenlijk een maffia? Een soort maffiasysteem van eigen protection money? Dat is een goede vraag. Je zou dat kunnen een symbiose noemen, maar daar zit ook voor een stuk zeker ook wederzijds parasitisme. Serieus? Ja, effectief, zelfs parasitisme. De boom, hè, de meest bekende van die organismen zijn de schimmels, maar dat zijn niet de enige. Ja? Maar die schimmels, mycorrhiza, vormen de symbionten. Hè, dus schimmels die met de wortels in symbiose gaan en daar een samenwerking gaan opzetten. Die schimmels, ja, die gaan uit de bodem mineralen opnemen, ja, en doorgeven aan de boom. En van de boom krijgen die de suikers in de plaats. Ja. Ja. Die schimmels die zijn dus heel sterk afhankelijk van die boom. En door het feit dat die schimmels die wortels bezet houden, is er geen ruimte voor andere schimmels, agressieve parasitaire schimmels, om die boom binnen te dringen. Ja. Ja? Dus het is pas als de mycorrhiza-vormende symbionten achteruit gaan, omdat de bodemstandigheden niet goed zijn, ja, dat andere schimmels, ja, die een boom kunnen binnenkomen en die boom kunnen aantasten. Maar ook wanneer die boom aan het verzwakken is, ja, en in slechte conditie staat, en onvoldoende suikers als een
bodemleven kan afstaan, dan gaat het bodemleven minstens gedeeltelijk afsterven, waardoor er wortels onbezet zijn en waardoor dat schimmels en honingzwammen een boom kunnen binnendringen en een boom kunnen doen afsterven. Ja. Ja? Dus het is heel bizar om te beseffen dat, schimmels die hebben enzymen waarmee ze praktisch alle stoffen kunnen afbreken, heel veel stoffen kunnen afbreken. Ja. Paul Stemmens heeft daar in Amerika onderzoek naar gedaan. En wat dat betreft is er een heel interessant boek van Merlin Sheldrake, Verweven Leven, dat daar heel veel inzicht in biedt. Ja, schimmels kunnen heel veel afbreken, heel veel stoffen afbreken, tot sigarenpeuken toe. Hm? Oh. Ja, maar er is maar één... dus in principe kunnen schimmels hout afbreken. Ja. Ja, en dat gebeurt ook in de natuur, als takken vallen, dan wordt er hout afgebroken. Maar er is maar één organisme dat schimmels op afstand kan houden. Er is maar één organisme in de natuur dat van nature fungiciden maakt, schimmeldodende middelen, en dat zijn, verrassend genoeg, schimmels. Ja. Schimmels die gaan in de bodem met elkaar een meedogenloze strijd aan, ja, en gaan echt effectief fungiciden inzetten om andere schimmels op afstand te houden. Amai. Dus die schimmels die aan de bodem leven, die zijn niet alleen belangrijk voor de opname, voor de hulp bij opname, die zijn ook heel erg belangrijk voor de verdediging tegen agressieve schimmels die de boom willen doodmaken zonder dat ze hem daarbij ondersteunen. Dus terwijl wij op het gemak aan het fladderen zijn door ons voedselbos, is er eigenlijk een meedogenloze strijd onder onze voeten aan het afspelen tussen schimmels. Ja. En tussen eventueel ook bomen en schimmels, als die niet gezond zijn. Absoluut, ja. En er is eigenlijk maar één manier om te zorgen dat die schimmels die met de boom meewerken, of die de boom op afstand, die de boom zelf op afstand kan houden, min of meer op afstand kan houden. En dat is door te zorgen voor een goede mulliglaag. Niet overdrijven met mullig. Ja, mullig is een dikke laag vers houthaksel van 20 centimeter. Dat is naar mijn gevoel geen mulging, dat is sluikstorten. Ja. Maar een goede, gezonde bodem, ja, die heeft bodemorganismen, ja, die gevoed worden door organisch materiaal. En een rijke, gezonde bodem, ja, is niet een bodem met veel stikstof. Een rijke, gezonde bodem is een bodem met een heel actief en gezond bodemleven, omdat dat uw planten gezond houdt. Ja, maar begrijp ik dat goed? Hey, veel mensen hebben soms een keer een probleem met hun boom. Hey, ze worden ziek of er is schimmelvorming. Of ze zeggen, ja, ik heb daar last van. Klopt dat dan dat je 9 kansen op de 10 dat een bodemprobleem is en niet per se een ander probleem? Omdat je net die gezonde bodem nodig hebt om de helpers, ga ik het dan toch noemen, van de bomen hebt die de bomen helpen te verdedigen? Dat kunnen zowel biotische als abiotische factoren zijn. Dat kan zowel in de bodem liggen. Dus heel vaak is dat een probleem in de bodem. Maar het kan net zo goed dat bomen verzwakken omdat omstandigheden veranderen. Bijvoorbeeld? De droogte van de afgelopen 3 jaar bijvoorbeeld. Er zijn bomen die daaraan aangepast zijn, die goed tegen droogte kunnen. Maar er zijn ook bomen die daar veel meer moeite mee hebben en die misschien wel tegen de droogte op zich kunnen, die bijvoorbeeld niet tegen de hitte kunnen, die we in de afgelopen zomer gehad hebben. Ik was toevallig eind juli 2019, als we zo'n record hitte gehad hebben, aan het Noordstation in Brussel. Ja. En op de laan aan het Noordstation, daar kon je zien dat er bomen waren die massaal veel hun blad lieten vallen. Ik heb van een van de boswachters van het geografisch arboretum in Tervuren gehoord dat die dag praktisch alle Douglas-sparren die daar staan allemaal in één keer hun naalden lieten vallen omdat ze te veel water verdampten, omdat ze gewoon verbranden van de hitte. Serieus? Ja, dat, op zo'n moment verzwakken uw bomen, want ze kunnen onvoldoende suikers opslaan, de fotosynthese valt stil. Anderzijds heeft een boom oplossingen om daarmee om te gaan. Ik kan een nieuw blad maken, ik kan het nieuw blad laten uitlopen, ik kan fotosynthese in zijn blad efficiënter doen verlopen, door dikker blad te maken, bijvoorbeeld.
Ja? Dus, maar er zijn ook, maar we waren over aantastingen en problemen bezig, geen ziekte trouwens. Dat is een term waar ik niet van hou als het over planten gaat. Ik ben even mijn woorden kwijt. Er zijn organismen die een boom primair kunnen aantasten, die een gezonde boom kunnen aanvallen en een gezonde boom kunnen ziek maken, soms in combinatie met andere organismen. Maar over het algemeen is er altijd eerst een andere oorzaak waardoor dat de bomen verzwakken, waardoor dat de conditie achteruit loopt en waarna dat dan de opruimers in het ecosysteem, ja, eigenlijk zijn het opruimers eerder dan parasieten, de opruimen in het ecosysteem de verzwakte organismen, de verzwakte exemplaren eruit gaan halen, gaan doen afsterven en gaan verteren, waardoor die terug in het ecosysteem opgenomen worden doordat ze de bodem verbeteren. Ja. Ja? Maar een zwak exemplaar wordt gewoon in de evolutie, in de ecologie, in het bos, wordt opgeruimd. Ja. Dus de dingen die wij in de hand hebben in een voedselbos, dat is ja, de bodem, dat is een mulchlaag aanleggen. Ja? Hoe dik zou je dat ongeveer aanleggen? Kijk, behalve dat een bodem heel veel koolstof nodig heeft, organisch materiaal nodig heeft, heeft planten aan hun wortels heel veel zuurstof nodig. Ja. Een dikke mulliglaag, zeker als het een onverteerde mulliglaag is, die gaat minder zuurstof doorlaten. Ja. Ja? Om het simpel te zeggen, als je je hoofd in de grond steekt, is het lastig om te ademen. Ja, dus de bomen hebben in de bovenste 5 centimeter een heel groot deel, tot wel 3/4, van hun fijne wortels die instaan voor de opname. Die zitten in de bovenste centimeter, de bovenste laag. Waarom? Daar is, als het regent, dat is de eerste laag die nat wordt. Ja. Capillair water die gaat condenseren op het grove materiaal, dus dat is vochtiger. Daar is meer lucht, daar is meer zuurstof. En als er organisch materiaal valt en verteert, ligt het ook in de bovenste lagen. Ja. Ja? Nu, in dikke lagen, vers organisch materiaal, dat gaat verteren, heeft zuurstof nodig, waardoor dat zuurstof niet beschikbaar is voor de wortels. Bovendien, als dat verteert in een dikke laag, gaat de temperatuur oplopen, ja, wat heel nadelig is voor boomwortels. Die kunnen dat niet tegen, die gaan verbranden. En nog belangrijker is, de mycorrhiza-vormende schimmels, de symbionten, die houden daar ook niet van. Het wordt te warm voor hen, voor het de wordt schimmels. Het wordt daar te warm in de bodem. En ze hebben te weinig zuurstof. Want boomwortels hebben zuurstof nodig, ja, hebben lucht nodig, ja, waar zuurstof in zit. Maar de mycorrhiza-vormende schimmels, die zitten heel vaak in het bovenste luchtige bladerpakket in het bos. Die hebben nog meer zuurstof nodig. Ja. Dus zuurstof is enorm belangrijk en een dik pakket mulch gaat de zuurstofhuishouding van de bodem verstoren. Nu, als je dan kijkt naar een bos, dan ga je zien dat in een gezond bos er nooit een dik pakket blad ligt. Er ligt een dik pakket blad in het najaar, maar tegen het eind van de winter is dat door de bodemorganismen voor een groot stuk verteerd en opgeruimd. En waar dat je tot aan uw enkels in de zomer, in bossen waar dat tot aan uw enkels in het blad staat, daar is er een probleem. Ah, ja. Ja, daar is de vertering van het organisch materiaal verstoord. Omdat er problemen is met het bodemleven. Nu, in een bos wordt die vertering ook nog eens geholpen. Een natuurlijk bos, waar dat evers, wennen lopen, herten, ja, konijnen, vossen. Ja, je hebt daar dieren tussen die gangen graven, waardoor ze lucht in de bodem brengen. Maar je hebt ook dieren die gaan zoeken achter eikels, achter wortels. Ja. Die verteren, die strooise laag verstoren, waardoor, een beetje zoals een composthoop die gekeerd wordt, waardoor dat die vertering versnelt. Dus als je mulcht, moet je eigenlijk ook kippen in je voedselbos steken om daar af en toe in te scharten, om dat te openen bijvoorbeeld. Kippen hebben een groot nadeel en dat is dat ze
weinig mobiel zijn, als ze weinig ruimte hebben. Wat ik heel vaak zie in tuinen, zijn echt afgesloten kippenhokken, ja, waar dat de bodem vastgelopen wordt door de kippen. Die kleine kippenpootjes die geven een druk op de bodem, ja, die vrij hoog is per vierkante centimeter. Het zijn alleen heel weinig vierkante centimeters. Ja. Maar uiteindelijk, wat je heel vaak ziet in kippenhokken, zijn plassen. En dat komt omdat de bodem vastgelopen is. Dat is echt maar de bovenste centimeters, makkelijk los te maken. Ja. Maar kippen kunnen zeker eens door een voedselbos lopen. Maar het nadeel van kippen is ook dat ze ook graag eten. En zaden, vruchten. Kip eet alles wat ze kan vinden. Ja. Dus kippen zijn zeker interessant, maar... De densiteit mag niet te groot zijn. Ja, ik zou ze er ook vooral niet constant laten inlopen. Maar ik ben geen kippenspecialist. Ja. Nu, een kameraad die in de jaren 80 in Duitsland een permacultuurboerderij had, die gebruikte loopeenden, Indische loopeenden, om door zijn planten te lopen, om de slakken... te eten, maar hij liet er ook niet constant in lopen. Hij stuurde daar één keer per dag even een half uur in. En hetgeen dat ze deden was slakken eten. Maar, ja. Maar omdat ze dat listen eten, maar als er slakken op zijn, beginnen ze aan de sla ook. Ja, en dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Ja. Maar ja, ik denk als je, de ervaring die wij te hebben, is als je kippen echt zeer beperkt houdt, ik zeg maar iets, een tiental kippen op een hectare of zo, dan. Dat je dan enkel maar de voordelen van ziet? Het zou kunnen. Ik durf daar geen cijfers op plakken. Ik kan niet zeggen van, moet het zo of zoveel kippen laten lopen. Maar wat ik wel zeg is, van, kijk, je kunt gerust je kippen op een bepaald moment in je voedselbos laten lopen voor een paar uur. Maar als je dat constant doet, let dan op dat ze de bodem niet gaan verslijmen. Dat is de bodem niet gaan versmeren, Peter, ja. Waardoor dat de zuurstofhuishouding weer verstoord geraakt. Maar als het dus beperkt is, dan helpen ze net met de zuurstofhuishouding. Ja, maar zoals van de Boenjanselzee, tro is te veel. Ja, dus het is weer een kwestie van balans. Hey, alles is een kwestie van balans. En van mulchen, het mag dus niet te dik zijn, maar is dat misschien beter om... Hey, als wat doen mensen heel graag? Ze kopen zo'n grote versnippermachine en een hakselaar. En dat zijn dan dikke pakken op elkaar. Maar zou het dan beter zijn om gewoon takken te leggen op de grond? En de takken, zo de chop-and-drop-methode heet dat. Zodat dat natuurlijker is en minder zo getasseerd is? Kijk, hakselhout kan interessant zijn. Als je moet starten van een blote akker... Ja, Dan moet heel je bodemleven op gang gebracht worden. Ja. En dan gaat hakselhout op een korte termijn, ja, een groot hoeveelheid organisch materiaal binnenbrengen, waardoor dat bodemleven veel sneller op gang kan komen. Maar eigenlijk wat er nog interessanter is, dat is dat je gaat hakselhout gaat voorverteren in hopen. Het lichte materiaal, blad, schors, ja, dat gaat snel verteren en gaat heel snel vercomposteren. Dus als je die snippers laat voorverteren in een hoop en je zeeft die uit, dan heb je enerzijds houtcompost, ja, die je als mulliglaag onderin kunt gebruiken. En hetgeen dat er overschiet, dat is uw echt houtmateriaal, dat verteert veel trager. Ja? Dat is heel interessant als toplaag om het onkruid tegen te houden, omdat dat niet snel gaat verteren. Ja? Ook wel langzaam verteert en organisch materiaal in de bodem brengt, maar omdat het niet snel verteert, gaat het de zuurstofhuishouding in de bodem ook veel minder verstoren. Ja, terwijl dat het veel effectiever kan doen wat dat voor bedoeld is, namelijk onkruidgroei tegenhouden. Ja. Ja, en het effect van de bodemverbetering, hè, die is voor een stuk al op gang gebracht, omdat je verteerd organisch materiaal, of half verteerd organisch materiaal, onderin brengt. Een beetje zoals van nature gebeurt, als er geen grote beesten lopen, blad valt, het onderste blad verteert, daar valt weer een laag blad bovenop, en de bovenste laag is de minst verteerde, en de onderste de best verteerde. Ja. Dus
eigenlijk is het eenvoudig. Kijk naar het bos, kijk hoe het daar gebeurt. En doe het na. En gebruik dat als basis. Ja. Stel je nu voor, Wim, dat je een hectare hebt en het is gewoon echt een pure weide geweest, hè, of akkerbouw. Weet je wat hij nu beschrijft? Wat zijn nog dingen die je kan doen om dat echt klaar te maken voor bomen? Of wat zou jij precies doen? Welke stappen zou je ondernemen? Er zijn verschillende manieren voor. Wat je zou kunnen doen, is het gras plagen, afsteken en op stapels leggen en laten verteren. Dan, op die manier maakten ze vroeger potgrond. Het voordeel daarbij is ook dat je redelijk wat stikstof uit de bodem kunt halen, want stikstof is een groot probleem. Eutrofieerde bodems zijn veel talrijker dan schrale bodems, maar ook stikstof gaat ervoor zorgen dat planten hard groeien. En veel van hun suikers die ze opslaan in de fotosynthese, niet gaan investeren in bescherming, maar gaan investeren in groei. Ja, ja, dus van die lange slungelige boompjes die denken van hoe zitten dan de cocaïne, ze gaan supersnel groeien, maar ze krijgen een hard probleempje en waardoor als ze ziek worden dat ze een vogel voor de kat zijn. Ze gaan inderdaad minder investeren in bescherming, maar ze gaan ook meer investeren in bovengrondse groei. Dat betekent dat er meer weefsel is om te controleren, om te beschermen, en minder middelen beschikbaar zijn om die effectief te beschermen, ja, omdat er veel meer in de groei geïnvesteerd wordt. Maar ook, dat betekent dat de boom ook, of de planten ook niet moeten investeren in wortels om water te zoeken, of om meststoffen te zoeken, mineralen te zoeken eigenlijk. Ja. En het gevolg is dat ze ook gevoeliger worden aan verdroging, want ze hebben meer blad dat water kan verdampen en in verhouding minder wortels om de planten van water te voorzien. Okay. Dus, het is een onevenwicht. Stikstof is een probleem, omdat planten gevoeliger worden voor aantastingen. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar uw provinciaalse kruiden. Die hebben hun smaak niet omwille van ons. Ja? Dat zijn die smaakstoffen, die etherische olie die erin zitten. Zijn afweerstoffen tegen insecten. Als je die sterk gaat bemesten, ga je dus meer blad krijgen, sterkere groei, maar minder smaak. Ja? Dus, die smaak, dat zijn een secundaire, die komt van een secundaire metabolieten, de stoffen die aangemaakt worden wanneer planten minder gepusht worden om te groeien en meer van de middelen kunnen aanwenden voor verdediging. Ja. Datzelfde gebeurt bij alle planten, gebeurt bij bomen. Ja. Ja, het is pas als de bodem echt zeer schraal is, dat ook de opslag van de fotosynthese gaat achteruit gaan en er minder suikers kunnen opgeslagen worden om te gebruiken voor verdediging. Ja. Maar dat is pas op hele schrale gronden. Ja, ik zou graag subiet nog wat dieper ingaan op die stikstofproblematiek die je beschrijft. Maar je was verschillende methodes aan het beschrijven, he, van starten van een weide. Voor het ene is dus afplagen, het gras verwijderen. Afplagen, gras verwijderen is één manier. Maar een andere manier is het gras laten doorschieten. Gewoon laten groeien. Laten groeien, omdat... Wat zit er in de natuur? Ja, waar grote grazers lopen, en ik echt naar de wilde natuur kijk, daar wordt het gras kort gehouden. Ja. Ja, maar als... de wolven komen, gaan die grote grazers weglopen en die gaan zich ergens anders schuilen. Ja, op de plek waar de wolven zitten, gaan grote grazers niet op hun gemak zitten. Ja. Ja, dus die gaan, ja, daar gaat het gras doorschieten, gaat hoog worden, gaat verruigen, we krijgen een ruigte. Daar kunnen bomen in uitschieten die daarvoor afgerast werden door de grote grazers. Gaan bomen kunnen gaan uitschieten en die gaan een bos vormen. Ja. Ja, als we een weiland laten doorschieten, Naar hoog gras, dan gaan we daar ook weer een belangrijk deel van de stikstof kunnen weghalen als we het gras maaien en afvoeren. Ja. Ja? Maar we kunnen daar binnen ook eilandjes maken waarin dat we bomen aanplanten. Ja? En waarbij dat we eventueel zelfs dat gras als mulch kunnen gebruiken.
Ja. Dus, ja, dus afhankelijk van hoe rijk is de bodem, afhankelijk van waar willen we naartoe, hoeveel tijd hebben we, welke machines hebben we ter beschikking, hoeveel moeite kunnen we investeren. Ja, dus daar staan verschillende manieren om die overgang te maken. Oké. En ja, nee, dat is wel interessant. Hè? Dus je laat eigenlijk gewoon de natuurlijke successies in gang gaan. Ja. Hè? En als je dan bomen wil planten, ja, dan moet je natuurlijk wel een deel afmaaien waar je die bomen wil planten. En dan gebruik je dat maaisel eigenlijk als bodembedekking, als mulch voor die bomen. Waarom niet? Ja. Het grote nadeel is natuurlijk, een klein boompje, klein zuiling, moet concurreren tegen hoog gras. Ja. Die heeft moeilijk om te concurreren. Ja, dan is het handig om die wat ruimte een voorsprong te geven door gras te verwijderen. Als je grotere bomen gaat planten, dan zitten we met het probleem dat bomen... Ja, een deel van hun wortels verliezen in de kwekerij, een deel van hun opnamecapaciteit verliezen en op die manier ook weer in gang moeten geholpen worden. Ja. En dan is mulchen ook heel erg belangrijk, omdat mulchen niet alleen het bodemleven in gang brengt, maar ook zorgt dat opstijgend grondwater gaat condenseren aan de onderkant van uw mulchlaag en gaat... En niet gaat verdampen. En minder kan verdampen. Ja. Ja? Uiteindelijk... In mijn jonge tijd, dat is lang geleden, hè. toen leerde ik van mijn grootmoeder schoffelen, hakken in een hof, dat is zo goed als een keer water geven. Ja? Als je hakt tegen donkerheid, dan is donkerheid weg en dan dat is zo goed als water geven. Waarom? Omdat je capillaire kanalen onderbroken zijn, water gaat opstijgen en net niet aan die bovenste laag komt en dan condenseert. Aan de toplaag die losgeschoffeld is, omdat de capillaire vaten onderbroken zijn. Identiek, hetzelfde gebeurt als je gaat mulchen. Ah ja, dus als je schoffelt, dan creëer je een kruimelige bovenlaag. En daar, de capillaire werking is er niet meer en daar stopt het water dan. Daar condenseert het water. Ja. Ja. Omdat de capillaire vaten onderbroken zijn en het grondwater en het water niet kan verdampen tot aan de oppervlakte. Ja. Slimme grootmoeder, hè? Ja, het was dat of met water sleuren, hè. Ja, inderdaad. Nee. Een optie die veel gebruikt wordt in het opstarten van een voedselbos, is eigenlijk een beetje zoals je beschrijft, maar niet gras laten groeien. In de plaats daarvan eigenlijk een mengsel in gaan zaaien. Die bepaalde planten hebben dan heel diepe wortels, andere planten hebben voor het veel bredere wortels, eigenlijk allemaal verschillende wortels. Om eigenlijk de grond wat open te breken en ook die successie op gang te brengen. Om dan, nadat dat een seizoen heeft geroeid, ook te maaien, als mulch te gebruiken. Omdat je de bodem wat daar hebt voorbereid. Wat vind je van die methode? Op zich, ik denk dat het een waardevolle methode is. De vraag is alleen, wat ga je inzaaien? Ga je akkeronkruiden inzaaien? Akkeronkruiden zijn onkruiden, planten die een verstoorde bodem nodig hebben. Die beginnen te kiemen. Als in de natuur, waar dan een boom omvalt, komt er grond boven. En de akkeronkruiden zijn de planten die verstoorde grond gaan koloniseren. In ons landbouwsysteem zijn akkeronkruiden de onkruiden die met het graan meekomen, die tussen het graan en voedergewassen groeien. Ja? Die sterven op het einde van de zomer af. Ja? En dan gaan een aantal planten die erin opgekomen zijn doorlevende planten. Zijn planten die in weilanden kunnen overleven. Ja? Dat zijn meerjarige planten. De vraag is, ga je starten met akkeronkruiden of ga je starten met weideplanten? Akkeronkruiden hebben dan het voordeel dat je hun bodem niet moet gaan bewerken om ze te gaan onderdrukken. Van de andere kant, weideplanten die brengen dan weer die successie van akker of grasland naar ruigte. En naar bosopgang. Ja. Het is... Persoonlijk vind ik dat als je een beetje inzicht hebt in de manier waarop de zaken van nature verlopen, dat je gewoon heel makkelijk die processen kan herkennen en die processen kan aansturen eerder dan ze te dwarsbomen en tegen die processen tegenin proberen te werken. Dus eigenlijk steward zijn van de successie. Hoe zeg je? Steward zijn van de successie. Steward, eigenlijk gewoon een beetje beheersen. Ja, absoluut. Ja. Het is goed beheer, groenbeheer, bosbeheer, voedselbossen. Alles wat we doen in de natuur
is eigenlijk gewoon een beetje aansturen van de processen die van nature verlopen. We hoeven niet alle processen zelf 100% in de hand te houden. En, van een, en we moeten rekening houden dat als we vertrekken van een akker en we willen een bos maken, dat we daar een aantal successiestappen overslaan. Ja. Ja? En dan is de vraag van hoe slaan we die het beste over? Of hoe kunnen we die natuurlijke processen gebruiken om naar ons gewenste resultaat te komen? En dan vertrekken vanop een akker, boompjes aanplanten en daar mulg in brengen, van houthaksel, verteerde houthaksel onderaan en het onverteerde materiaal bovenaan. Dat is een andere, maar ook een perfecte manier, omdat we dan heel snel van die akker naar die bossituatie kunnen gaan en die grasfase kunnen overslaan. Ja. Maar die grasfase is in principe niet verkeerd, ook omdat die grasfase ons in voedselbossen, waar we open plekken maken, blijft die grasfase aanwezig. Sowieso, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Dus dat hoeft niet een tegenstrijd te zijn, als we die processen maar begrijpen. Ja, oké. Okay. Ik stel voor om even te pauzeren, moet ik in het wc gaan. Ja. En dan, ik denk dat er de timing, oh, is er dan nog? We zijn op het streamen. Dan zou ik het even een keer hebben over dieper ingaan op de boomkwekerij, denk ik, als die bomen gaan kopen, waarover ik ga letten. En dan is de plant, hoe moet je een boom planten, dat eigenlijk veel mensen weten. Dat is niks moeilijk. Ja, oké, maar in 3 minuten is dat. Ja. Boomplant. Ik vind persoonlijk dat hoe kleiner je kunt beginnen, hoe beter. Ja. En dan waar ik heel rauw over zou op willen ingaan, dat is dat van die stikstof. Heel in voedselbossen gaan ze dikwijls stikstoffixerende bomen zetten om net voor stikstof te zorgen. Sommigen gaan zover als om de 1/3 van alle bomen stikstoffixerende bomen te zetten. Gewoon een keer naar boven doen en dan gaat het terug naar beneden. Ah ja, zo. Ik was aan het knoeien. Dus dat en ook, sommige mensen gaan zelf mest gaan toevoegen om productie te hebben. Ik heb het dan vooral over frambozen, maar ook soms voor fruitbomen. Frambozen zijn bosplanten. En wel, maar wat is er niet nog meer uit? Ja, de bramen houden overdag meer wel van stikstof, maar... Ja, dat... Ik heb niet genoeg manieren. Groot gelijk. Dat is wel nodig, maar... Zeg je diplomaat zou worden? Hè? Zeg je diplomaat zou worden? Ja, maar ja. Af en toe een beetje diplomatisch zijn kan ook geen kwaad, hè. Allee, ja. Ik zit nog veel op Facebook, maar dat is daar een virtuele toeg. En schelden is daar de gangbare norm, maar ik vertik het om daaraan mee te doen. Ik heb al lang ondervonden dat als je gewoon rustig en kalm blijft en blijft uitleggen, dat je veel meer indruk maakt dan wanneer je begint te schelden. Tuurlijk. En mensen gaan het ook veel gemakkelijker lezen, want ik heb al lang ondervonden dat als je een discussie gaat en dat wordt zo'n eindeloos verhaal, dat er maar heel weinig mensen zien die dat nog lezen. Tuurlijk. Dus je moet altijd proberen als eerste te zijn. Ja. Zo snel mogelijk als eerste en dan...
Een tjagerup. Zalig. Goeie tip. Alright, zit je weer een beetje dichter? Ja. Dus zo dicht mogelijk, zoveel mogelijk tegen het groen ding. Voilà. Alright, Wim. Je hebt dus verteld over hoe dat we kunnen ons veldje voorbereiden voor ons voedselbos. Maar je zegt, als je een boom verplant vanuit de kwekerij en naar je voedselbos brengt, dat je eigenlijk al die boom beschadigt en dat dat een impact heeft. Dus kan ik je vertellen in een ideale situatie hoe dat je het best je bomen zet in je voedselbos? Ik ben er voorstander van om bomen zo jong mogelijk aan te planten. Als je budget hebt, kun je grote bomen kopen. Ja, vandaag de dag, ik lees verhalen van eiken en beuken van een meter stamomtrekking groter, die aangeplant worden. Maar ik heb ze liever als ze een meter hoog zijn. Ja. Ja, dus hoe kleiner, hoe beter. Ook omdat als je bomen gaat verplanten, gaat de wortels beschadigen. En je wortels, daar zitten in de bodem organismen die een boom proberen binnen te dringen en verzwakte bomen proberen aan te tasten. Ja. Een verplanting van een grote boom is altijd een verzwakking. En grote wortels die afgesneden zijn, zijn altijd een invalsport voor de opruimers in het ecosysteem. Dus hoe kleiner de schade aan de wortels, hoe kleiner de wortels beschadigd zijn, hoe gemakkelijker de boom herstart en hoe kleiner de kans dat er houtafbrekende organismen binnen kunnen. Ja. Ja, want uiteindelijk, de wortels worden beschermd door het bodemleven, door schimmelvormende... Mycorrhiza-vormende schimmels, ja. Die schimmels, die kunnen alleen kleine, fijne wortels bezetten. Grote wortels die doorgesneden zijn, die zijn niet beschermd door mycorrhizas. Die zijn niet beschermd door de symbionten tussen wortel en schimmel. Dus hoe groter de boom, eigenlijk hoe lastiger voor een boom, hoe lastiger het aanslaan en hoe groter de kans ook dat er iets fout gaat. Tweede probleem is de aanplantdiepte. Er is niks zo belangrijk als aanplanten. En als de diepte van het aanplanten, en ik blijf het herhalen, bij een boom die niet goed groeit, het eerste jaar na aanplant, is het eerste wat je moet doen, controleren hoe diep de boom geplant is. Ja. Ja, er wordt gezegd, bomen moeten zo diep staan als ze op de kwekerij stonden. Dat klinkt logisch, hè? Ja, dat klopt niet. Nee. Als bomen als er een kluit gemaakt is, dan kan het gebeuren dat die kluit boven de wortelhals zit. En de wortelhals, dat is de verdikking aan de voet van een boom waar de wortels beginnen. De bovenste wortels mogen maar 1 of 2 centimeter onder de grond zitten, want wortels hebben zuurstof nodig en dieper in de grond, dieper in de bodem, is er minder zuurstof beschikbaar. Bomen die in een kwekerij opgekweekt zijn in een pot, daar zit er heel dikwijls potgrond boven de wortelhals, omdat ze dan vaster staan, minder makkelijk omvallen in die kuipen. En bij die kuipen is dat minder een probleem, omdat tussen de rand van de potgrond en de kuip kan er zuurstof binnen. Er zijn ontwateringsschaden, dus er kan van onder ook zuurstof binnen. Dus wat je altijd moet doen, is de wortel, de boom, het gat graven, de boom erin zetten, de draadkluit losmaken, opentrekken, naar opzij brengen en de overbodige grond weghalen, zodanig dat je boom exact gelijk staat met de grond. Hetzelfde met bomen in kuipen. Daar moet je nog op iets anders letten. Je haalt die uit die kuip. Die wortels, die draaiwortels, die rondom de kluit zitten, die moeten losgetrokken worden. Ik heb een paar weken geleden nog een boom gezien die 50 jaar geleden aangeplant was, zonder die draaiwortels weg te trekken en die als gevolg daarvan nu omgevallen was. Door een elektriekdraad door tegen de gevel van het huis van de buren. Gewoon puur omdat ze dat niet gedaan hebben. Gewoon omdat ze dat niet gedaan hebben. Ik zal daar straks dieper op ingaan. Maar die wortels, die buitenste wortels, die moeten opengespreid worden, zodanig dat die zich weg van de boom kunnen ontwikkelen. En wat je dan ook moet doen bij bomen in een pot, dat is die bovenste potgrond weghalen totdat je de wortelhals vindt. En de wortelhals die moet gelijk komen met de bodem. Ja? Maar wanneer dat bomen oud worden, dan gaan ze van onder dan kunnen ze door
aantastingen door schimmels die binnenkomen, kan de kern rood worden. Dat kan gebeuren, dat is niet echt een probleem. Ja. Dat hoort erbij, bij het oud worden. Maar het centrale deel van de wortel onder de stam, dat gaat mee rotten. En op dat moment wordt het zeer, zeer belangrijk dat de wortels, de zijwortels, dat die allemaal mooi uitwaaieren van de boom, omdat de boom op dat moment stabiliteit moet krijgen van die breed uitwaaiende wortels. Als er draaiwortels rond de stam gevormd worden, dan kunnen die de stam afknellen, maar vooral, die kunnen op termijn niet de stabiliteit overnemen wanneer die centrale wortel langzaamaan gaat afsterven. En dan valt u een boom om. Oké, dat is wel een handeling dat enorme consequenties kan hebben 50 jaar later. Hè? Ja. Dat is, toch wel eentje om bij stil te staan. Het kan 60 jaar geweest zijn, maar... Of 60 jaar. Maar laten we daar niet over, moeilijk over doen. Het komt erop aan dat als een boom echt groot begint te worden en echt productief begint te worden, dat we hem dan niet moeten verliezen, omdat die decennia daarvoor verkeerd geplant geweest, omdat er kleine moeite niet gedaan is. Dus je moet kijken, een beetje aarde wegdoen van de kluit en maken dat bovenste worteltje 2 centimeter onder de grond. De bovenste wortels, dat is niet altijd, is nooit één worteltje op die hoogte, dat is maar uit de zaailing, komt een, als een boom kiemt, dan komen daar, dan wordt dan een centrale penwortel gevormd en daar komen laterale wortels aan. Ja. Dat worden de grote zijwortels. Ja. Ja? En die wortels die zitten bij de zuiling net onder de grond en die gaan niet dieper komen zitten of hoger. Die blijven daar op dat niveau komen zitten. En op termijn, als een boom oud wordt, dan gaan die, te omwille van zijn groei, voor een stuk boven steken. Ja, oké. Okay. Maar die zitten in de jeugdfase echt net onder de grond. Ja. En dan een tweede ding, dikwijls zie je dat mensen met een spade bijvoorbeeld de boom plat leggen en eigenlijk verticaal, of evenwegig met die boom, daarin gaan stekken in de wortels om eigenlijk dat niet los te maken met hun hand, maar eigenlijk gewoon die rondgaande wortels eigenlijk gewoon allemaal kapot te stekken. Wat is jouw mening rond die handeling? Kijk, het voordeel van bomen in potten is dat je geen wortels verliest bij de aanplant. Ja. Ja. Als je ze dan gaat doorsteken, dat betekent dat je wel wortels gaat verliezen, dat is één. Twee, die wortels, je krijgt hergroei en die hergroei is minder gecontroleerd als je ze gewoon... Eigenlijk zou er niet te veel draaigroei mogen zijn. Bomen mogen maximaal 2 jaar in pot gestaan hebben, maar die moeten dan, als je die er kunt uittrekken, ga je geen wortels verliezen. Ja, en gaat geen verwondingen krijgen en gaat hun boom veel makkelijker kunnen doorgroeien, veel beter kunnen aanslaan. Ik weet dat het veel gebeurt en bij grote kuipen van 100 en 200 liter is het soms lastig, maar het is beter om de wortels effectief met de hand uit te trekken. Maar anders beschadigen die wortels, kan dat kwaad voor die wortels? Dat is geen simpele vraag. Ja, dat kan kwaad, omdat... kijk, als het over wortels gaat, veronderstellen we heel vaak dat als we een wortel afsteken, dat die wortel opnieuw gaat uitschieten, dat daar 3, 4, 5 of meer wortels gevormd worden, dat die wortels uiteindelijk terug gaan uitdunnen, waardoor er uiteindelijk terug 1 wortel gevormd wordt. Mm-hmm. En waardoor dat terug 1 wortel staat. Dat slaat nergens op. Oh, nee. Dat gebeurt gewoon zo niet. Als een wortel afgestoken wordt, dan gaat die uitschieten, ja, en dan gaat die niet terug een stabiliteitswortel vormen, dan gaat die, gaat die heel sterk vertakt blijven, waardoor dat die voor een stuk zijn functie verliest en moet er een wortel gevormd worden, van een nieuwe wortel gevormd worden die de functie van die wortel overneemt. Ah. Als het gaat over grotere zijwortels, dan een grotere stabiliteitswortels, dan kan dat heel lang ten koste gaan van de stabiliteit van een boom. Okay. Dus ik ben daar zeker geen voorstander van. En er is heel veel onderzoek gedaan door Claire Adjee naar de effecten van snoei op wortels. Want daar bestaan heel veel fabeltjes over. Dat is wel interessant. Een ander iets dat ik op een conferentie ooit hoor heb van een Amerikaanse vrouw, dokter in de botanica, weet ik veel wat, die enorm overtuigd was, dat zei ik, ik heb alle mogelijke wetenschappelijke onderzoek bekeken en eigenlijk de ideale manier om een boom te planten is door eigenlijk eerst alle aarde die al aan die boomwortels hangen
af te spoelen, zodat die wortels eigenlijk 100% naakt zijn en ze dan pas in de grond steken. Ze zegt dat dat eigenlijk het allerbeste is wat je kan doen. Klopt dat? Of is het is het eerste dat ik ervan hoor. Het grote nadeel is daarbij dat in een gezonde boom, in een gezond bodemleven, ja, dat je daar ook het bodemleven gaat wegspoelen. Ja. En kijk, als je bomen in een industriële potgrond opkweekt, waar dat weinig of geen bodemleven in zit, dan kan ik me voorstellen dat je er niet veel van je bodemleven gaat in meekrijgen. Maar een gezonde boom staat in een gezond bodemleven, in een gezonde bodem met een gezond bodemleven. Dan is dat handig om die beestjes al mee te doen naar je het zijn niet alleen beestjes, hè, maar om die organismen, die allemaal om die mee te nemen, zoveel mogelijk mee te nemen, absoluut. Het is zelfs interessant om als je... De moeder kookt een beetje de... Ja, ja. Het ecosysteem, ja. Het is zelfs... Dat klinkt logisch eigenlijk, hè. In 2017 is Ted Green, een Engelsman, ja. Ik weet niet wat hij is precies van titel, is die bezig geweest met het verzamelen van enten van de bomen in Europa die heel oud geworden waren, de echte veteranenbomen. En hij is die gaan enten op onderstammen en hij heeft die aangeplant in een bos om... als verzameling, om op die manier het genetisch materiaal van alle die veterane bomen, hè, die eiken, die 6, 7, 8, 9, 10 meter stamomtrek hadden, om dat allemaal te behouden, omdat dat genetisch materiaal eigenlijk ideaal is, hè, bewezen heeft dat het heel oud kan worden. Hij heeft dat aangeplant op een perceel bij een bos, eigenlijk bijna in een bos, ja. Dat omringd is door eikenbomen en waar dat het bodemleven van het eikenbos dat er rond zit, volledig aanwezig is op dat perceel. En hij heeft de jonge eiken aangeplant in het bodemleven van volwassen eiken, ja. Van een volwassen eikenbos. Dus dat ecosysteem meebrengen is zeker interessant. Ja, het is interessant, ook voor bebossingsprojecten, boscompensatietoestanden, is het interessanter om nieuwe bossen aan te planten als uitbreiding van bestaande bossen, dan van midden van de landbouwperceel bomen te gaan aanplanten, waar dat bomen de nieuwe aanplant geen connectie kan maken met het bestaande ecosysteem. Ja, dat klinkt logisch, omdat dat ecosysteem er al is. Omdat dat er al is, ja. Er moet niet meer opgebouwd worden. En het opbouwen van een ecosysteem van bomen is op 100 jaar niet afgewerkt. Ja. Je moet er rekening mee houden dat bomen moeten een volledige cyclus doorlopen. Van kiemen naar groeien, naar helemaal ontwikkelen. Takken moeten afbreken. Bomen moeten omvallen. Doordat er bomen omvallen, gaan er voor een stuk de bodem omgekeerd worden. Maar gaan er ook organismen komen die bomen, die oude bomen, grote bomen, doen afbreken. Er gaan organismen komen die samenleven met stervende bomen. Ja. En niet alleen met dood hout. Het is niet voldoende om dood hout te hebben. Het is ook belangrijk dat er stervende bomen staan. En pas als die cyclus helemaal doorlopen is, dan hebben we echt een volledig uitgerijpt ecosysteem van bomen. Maar als je dan weet dat een eik 500 jaar en ouder kan worden, dan weet je dat 100 jaren duurt voordat we aan dat ecosysteem zitten van een echt oud bos. Dat zou wel zijn. Maar stel je nu voor, om nog eventjes over die successie, om daarop in te gaan. Hey, je hebt bijvoorbeeld een veldje en je hebt heel veel zaailingen van populieren of van esdoorns. Je wilt daar een voedselbos op gaan aanplanten in de toekomst. Hey, als we jouw verhaal van de successie willen volgen, dan is dat eigenlijk goed dat die daar komen, omdat die al voor een bosecosysteem gaan zorgen. Maar ja, in een voedselbos wil je niet per se populieren hebben staan of esdoorns. Wil je vooral bomen die voedsel produceren. Hoe ga je daarmee om? Hoe krijg je die weg?
Het hangt er natuurlijk vanaf wat er staat, maar er zijn... kijk, om een populiere bos om te vormen, een ecologisch waardevoller bos, zou je in principe kunnen zeggen van oké, we laten een aantal bomen staan. Ja. Ja? Het gaat dus niet expliciet over een voedselbos nu. We laten populieren staan, oude populieren. We gaan andere bomen gaan gewoon afzagen en laten vallen. Ja. We gaan andere bomen gaan we uittrekken en laten liggen. En andere bomen die gaan we ringen en zo laten sterven. Ja. Ja? Omdat je op die manier een hele grote variatie krijgt in je ecosysteem. Dus wat dat je zou kunnen doen, is ruimte maken in uw opslag van uw, populieren, esdoorns. Ja? Populieren zijn ecologisch trouwens waardevoller dan esdoorns. Ook als het hybride populieren zijn. Maar die voor een stuk open ruimtes maken, waarbij dat... het niet alleen gaat over, we hebben hier 10 meter van stam tot stam, maar ook, er kan licht binnen. Ja. Hangt er een beetje vanaf hoe groot dat je bomen zijn, hoe groot dat je open plekken moet maken. Maar in principe zouden we kunnen beginnen met op je open plekken te werken en daar bomen uit te trekken. Ja? En chop and drop. Chop and drop, ja. Aan de kant die stammen te laten liggen en ter plaatse te laten verteren. Nog beter dan... dan het te hakselen, omdat je met haksel, zeker met een dikke laag haksel, je zuurstofhuishouding gaat verstoren. Ja, ja. En bovendien is het heel erg belangrijk om te beseffen dat populierblad zeer snel verteert, ja, en de bodem heel sterk verbetert. Ja, dus je kan ze eigenlijk maar beter laten opschieten totdat die andere bomen wat groter zijn en ze dan pas killen. Ik zou de plaatsen waar dat je bomen, je nieuwe bomen, wilt aanplanten, daar op die plaatsen al van eerste instantie kappen. Ja. Ik kan er geen eufemisme voor gebruiken, het is kappen. Ja, maar zaailingen die bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, nog maar een meter groot zijn, als je die afdoet, dan komen die toch gewoon terug? Als ze nog maar een meter groot zijn, dan kun je heel gemakkelijk de spade pakken, even onder de wortel steken en ze eruit trekken. Ja. Dat is... Dat vraagt werk, ja. Ja, oké. Daarnet sprak je over stikstof. Hey. Dat is een geliefde topic onder de permaculturisten en voedselbossers. We houden allemaal van stikstof en we willen zoveel mogelijk stikstoffixeerders in ons bos zetten. Hey, liefst zelfs soms om de twee bomen dat er een appelboom, een perenboom is, dan een stikstoffixerende boom en dan weer een appelboom en een perenboom. Omdat we toch wel genoeg stikstof zouden hebben om voor voeding te zorgen voor die andere bomen. Jij sprak daarnet van, ja, we moeten opletten dat we niet te veel stikstof hebben. Kan je me een keer uitleggen wat dat er nu mythe en wat dat er nu waarheid aan is? Kijk, het is heel eenvoudig. Als je planten veel stikstof geeft, dan groeien ze hard. Ja. Ja? Maar goed, hè? Hard groeien betekent veel hout vormen. En voor zover ik weet, gaan voedselbossers geen hout eten. Liever ja? niet, hè? Dus in principe, ja, als, moeten we niet zoveel mogelijk groei hebben, moeten we zoveel mogelijk gezonde planten hebben. Ja. Ja? Maar als, er heel veel stikstof is, dan gaat er heel veel geïnvesteerd worden in de groei. Ja. Nu, als het stikstofgehalte in de bodem vermindert, dan gaat de groei achteruit gaan en zullen stilvallen. Ja? Maar als de groei achteruit gaat en zullen stilvalt, dan gaat de fotosynthese niet achteruit gaan en nog niet stilvallen. Ja? Dus als de groei achteruit gaat, gaat er minder suikers, minder koolstof die er opgeslagen wordt in de fotosynthese, gebruikt worden voor groei. En meer koolstof gebruikt worden voor andere processen. Voornamelijk voor bescherming, voor het aanmaken van secundaire metabolieten, koolstofproducten die de boom beschermen. Maar die gaan ook de wortels gaan ook meer moeite moeten doen om op zoek te gaan naar stikstof, naar mineraal. We gaan op zoek gaan naar water, waardoor planten, bomen, minder gevoelig worden voor verdroging. Ja, en minder gevoelig worden aan aantastingen. Ja. Ja, er wordt meer bescherming gebouwd en er wordt meer ondergronds gegroeid. Ja, bovengronds groei, ja,
dat is interessant. Als je zo snel mogelijk bomen wilt verkopen op zo groot mogelijke maat, ja, maar dat gaat dan ook weer ten koste van de gezondheid van je bomen, waardoor dat je veel meer gaat moeten spuiten. En waarvoor? Je kunt dan wel meer omzet halen, ja, maar je gaat meer investeren in extra stikstof die je moet toevoegen. En je gaat ook nog eens een keer meer moeten investeren in bestrijdingsmiddelen. Dus uiteindelijk, wie verdient er vooral in een boterham? Meststoffabrikanten en fytofarmacie. Er is wel een grote maar bij, en dat is dat als de stikstofgehalte nog verder achteruit gaat, dan gaat op den duur ook de fotosynthese achteruit gaan. Ja. Ja? En als de fotosynthese achteruit gaat, dan betekent dat dat planten, bomen, minder stikstof kunnen opslaan, waardoor... minder suikers kunnen opslaan. Dat was een kemel, en geen kleine. Dat betekent dat bomen meer suikers gaan kunnen opslaan, meer koolstof gaan kunnen opslaan, waardoor ze ook meer secundaire metabolieten kunnen maken. Dus op een hele schrale bodem ga je zien dat een bodem die bemest wordt, planten minder gevoelig worden aan aantastingen. Maar van het moment dat het stikstofgehalte nog steeds hoger omhoog gaat, gaan planten gevoeliger worden voor aantastingen. Ja? Dus eigenlijk alleen op zeer schrale bodems is het interessant om te zorgen voor stikstoffixeerders, ja, maar op een normale, rijkere bodem, zeker op een voormalige landbouwbodem die al overbemest is, is het fixeren van stikstof totaal naast de kwestie. Bovendien gaan we door verkeer en andere redenen nu al een groot stikstofgehalte in de lucht hebben en is er een constante stikstofdepositie. Dat stikstof op het... Ja, de stikstof slaat neer door de regen en er is een constante aanvoer van stikstof. Maar is het dan complete bullshit om je voedselbos vol met stikstofbomen te zetten? Stikstoffixerende bomen zoals Robinia pseudo-acacia of dergelijke bomen? Of als je op een schrale zandgrond zit, ja, dan kunnen stikstoffixerende bomen, ja, interessant zijn, omdat ze helpen om stikstof te fixeren. Ja. Maar als je gaat mulchen, ja, gaat organisch materiaal inbrengen, ja, waardoor dat je planten voldoende gaan groeien. En uiteindelijk moeten we ons afvragen van wat willen wij? We willen zoveel mogelijk productie, we willen voeding en we willen dat dat zoveel mogelijk voeding opbrengt. Aangezien wij geen takken eten, moeten we niet zorgen dat die bomen zo snel mogelijk en zo hard mogelijk groeien, want sterke groei gaat ook ten koste van de opbrengst. Ja. Veel stikstof doet planten hard groeien en doet planten investeren in groei en veel minder in bloei en veel minder in vruchtzetting. Ja. Dus bomen die groeien, dus hoogstam appelbomen, waarom leveren die veel? Omdat ze groot zijn. Daarvoor vragen ze tijd, ze moeten eerst structuur opbouwen. Laagstam appelbomen, die hoeven die structuur niet op te bouwen. Ja? Die kunnen op een veel jongere leeftijd fruit beginnen maken, omdat ze veel minder hard groeien. Ja. Ja? Dus als wij... het nadeel is dan ook weer dat ze veel minder lang leven en dat ze kleinere structuur maken en minder appelen hebben. Maar als wij hoogstaand fruitbomen willen hebben, dan gaan die in de eerste plaats moeten groeien. Ja. En dan gaan die pas als de groei begint te vertragen, gaan die productie leveren. Dus als wij ons hoogstaand fruitbomen heel veel mest geven, gaan die heel sterk groeien en moeten we heel zwaar snoeien om die groei tegen te houden, om die bomen te doen produceren. Ja. En waarom... We maken het ons soms wel moeilijk, hè? Ja, nee, inderdaad. Maar dat is een belangrijk iets, hè, want dat is iets dat zich enorm herhaalt in permacultuur middens, hè, van die stikstoffixerende bomen, hoe belangrijk dan die zijn. Het is dan eigenlijk beter om bijvoorbeeld een linde te zetten die dan met zijn bladval de bodem verbetert, dan bijvoorbeeld een robinia die stikstof zou fixeren. Niet per se. Die linde die groeit van nature beter op een rijkere, vochtigere bodem. Ja. Robinia kan goed groeien op een schrale zandgrond. Zit je op een schrale zandgrond, dan kan robinia interessant zijn. Ook omdat die robinia na verloop van tijd ook zaaghout kan opleveren. Ja. Dus een bijkomend product. Ja, hè? Dus in die zin kan robinia zeker interessant zijn. Op de juiste plaats, in de juiste omstandigheden. In die zin kan linde in de juiste plaats, in de juiste omstandigheden een betere keuze zijn dan robinia. Ja, maar
als ik dan toch die robinia zet, heb je eigenlijk heel veel risico dat die stikstoffixerende bomen voor te veel stikstof kunnen zorgen voor die andere bomen? Ik durf daar niet op antwoorden. Qua onderzoek stel daar toch nog niet zo ver in om dat echt te bepalen. Nee, wel, het enige dat ik daar echt over gevonden heb, dat daar echt diep op ingaat, dat is Humes en Madsen, The Dilemma of Plants to Grow Autodefend. Dus die heeft het over de translocatie van middelen. Dus de middelen worden ingezet daar wat de plant nodig heeft. En ga je sterk bemesten, krijg je veel groei. Ga je minder sterk bemesten, krijg je betere afweer, betere vruchtzetting. Tenzij dat de bodem zeer schraal is. Ja. Ja, ik vind het een heel boeiend onderwerp. Hé, want je ziet ook, hé, de mensen met gewone standaard appel- of peerboomharen, hé, van laagstammen, die gaan dan wel mest, dikwijls zelf organische mest gaan toevoegen tussen die bomen om de productie op te drijven. Wat dat er ook dikwijls gedaan wordt, dat zijn bomen planten met wat bijvoorbeeld kippenmest daaronder, om die bomen een eerste boost te geven om al van start te gaan. Ik heb daar al heel mooie resultaten van gezien. Ja, fruitteelt, zeker professionele fruitteelt, is een boom ondergeschikt aan zijn productie. Ja. Ja. En ze gaan die sterk laten groeien, ja, maar ze gaan tegelijkertijd in de winter en de zomer regelmatig snoeien om alle groei eruit te halen. Ja. Ja, allee, dus ja, je moet weten wat je wilt. Ja, ja, als je veel werk wilt, dan... Kijk, de professionele fruitteelt, die willen grote appels, mooie appels, zonder vlekjes. Ja. Als we, daar moet aan gewerkt worden. Als we wat dat betreft het niet zo nauw nemen en geen problemen hebben met vlekjes en meer appelen gaan verwerken. Bijvoorbeeld, we zijn nu echt bezig over appels, ja. Maar peren, ja. Als we fruit willen gaan kweken om het te verwerken, dan maakt het niet zoveel uit. Dat daar plekjes op zijn, dat dat minder mooi is. Ja? Ja. Als we dat wel perfect presentabel fruit willen, ja, dan moeten we daar tijd en moeite in steken. Dan kunnen we dat duurder verkopen. En dan kom je in een negatieve spiraal terecht. Dat hoeft geen negatieve spiraal te zijn, maar dat zit echt in een economische... Dat moet weer werken, dat is toch negatief? Oh, ik weet het niet. Nee, ik heb in mijn leven eigenlijk nog nooit echt gewerkt. Het is een neutrale spiraal. Maar het komt erom neer, het komt in een spiraal terecht waarin je gewoon, je doet dat, en, of je geeft mest, dan groeit het sneller, waardoor je dat meer moet snoeien. Als je meer snoeit, dan heb je misschien meer kans op ziektes, moet je dan meer fytofarmacie gaan toepassen. Je komt vooral in een ander economisch model terecht. Ja, een model waarin dat arbeid... Ja, zich gaat vertalen naar extra inkomsten. Ja. Ja. Maar in een voedselbos, als we daar kiezen voor een meer geleidelijke productie, ja, gaan we arbeid die daar vrijkomt ook kunnen produceren, gebruiken voor het verwerken van onze productie, waardoor dat we de extra inkomsten halen uit het feit dat onze producten duurder verkocht kunnen worden, omdat ze verwerkt zijn. Het is gewoon een ander economisch model. Gaan we fruit kweken om het te verwerken en het op die manier duur verkopen, of gaan we hard werken voor perfect fruit om het dan rechtstreeks duur te verkopen? Ja. Ja, inderdaad, dat is een keuze die je moet maken. Ja, dat is een economische keuze. Ja. All right. Zeg, ik heb alweer enorm veel bijgeleerd over bomen. Hoe kan het ook anders? Ik zit hier met de Wim van de bomen. Dankjewel om te luisteren of te kijken naar deze podcast. Wim kan je volgen op Facebook. Hoe ben je te vinden? Of wil je niet gevonden worden? Wel onder mijn eigen naam tegenwoordig. Wim Peters, maar... Ja. Wim Peters, dus als hij iets post over bomen op een of andere tuingroep, is de kans groot dat hij daar zijn expertise op zal loslaten, wat ik altijd enorm tof vind en enorm van geniet. Merci Wim om zo'n grote bijdrage te leveren aan de wereld van de bomen hier in België en omstreken. Ja. En graag tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. En nog veel succes met jullie voedselbossen. Merci. Is er nog een laatste wijsheid dat je wil meegeven voor we dit afsluiten? Wel, ik ga een klein verhaaltje vertellen. Ik heb in mijn tuin een paar moerbeien staan. Verschillende soorten. En...
hoewel dat ik regelmatig dat ik al langer met bomen bezig ben, heb ik me toch laten vangen aan de uiteindelijke grootte van een van die bomen. En Morris Macruria Pakistan, enorm lekkere vruchten, enorm grote vruchten tot die grootte. Heel interessante boom, alleen ik heb die op 2 meter van de scheiding gestaan en dat is te dicht voor een boom die zo groot wordt. Ik heb me daar, ondanks het feit dat ik er toch al lang mee bezig ben, toch nog laten vangen. Dus ik kan u alleen maar aanraden van zoek eerst alles uit wat je kunt vinden over bomen, hoe groot, en vooral hoe groot dat ze worden. Want eens geplant is het soms lastig om nog iets te veranderen. Ja, ja, nee, dat is een goed advies. Merci. Dag Wim. Ja, dag. Vind je het leuk om naar onze podcasts te luisteren? Volg ons dan zeker op onze website www.foodforestinstitute.com. Over en out, ciao.